Wat wij hebben gedaan is ook proactief proberen iets vernieuwends te brengen. En iets vernieuwends is, of heeft geresulteerd in een KIK. Een KIK is een kansrijke innovatiekring. Ik moet even zelf zo kijken. Ja, staat er goed op. Kansrijke innovatiekring, initiatief van onszelf, maar natuurlijk met medewerking van de universiteit, met medewerking van Jaap en van Bert. En wat de wethouder net ook al schetste, we kunnen het alleen maar als we samenwerken, en het liefst met de drie O's, nou dat proberen wij ook veel te doen. Een van de resultaten is dus een KIK. Ik ga even kort toelichten, want ik heb maar een paar minuten volgens Jaap. Een KIK. Kansrijke innovatiekring. De nieuwe business innovatie tool voor ondernemers. Waarom de nieuwe business innovatie tool voor ondernemers? Omdat wij van mening zijn dat er een oude manier is en een nieuwe manier. Nou, de nieuwe manier is deze. Toekomstgericht ondernemer vraagt om een frisse, innovatieve, kansrijke en 21e eeuwse aanpak. Wat nu nog heel veel gebeurt en ook veel gebeurde, is een traditionele innovatie. Dat is een product. Het product wordt bekeken, wordt getransformeerd tot een nieuw product, maar het blijft hetzelfde product. Een gloeilamp blijft een gloeilamp, ook al wordt het misschien een ledlamp. Het product staat dan ook centraal. Daar wordt er heel veel tijd, moeite, aandacht gestopt in het vernieuwen van hetzelfde product. Wat er nu gebeurt, op een nieuwe manier, is een disruptive innovatie. Disruptief betekent afbreken. Bestaande producten worden afgebroken. Daarmee bedoel ik niet dat ze letterlijk worden afgebroken, maar ze zijn niet meer nodig. Een videorecorder is verworden tot een cd-speler, maar de cd-speler, ik weet niet wie er nog een thuis heeft, maar tegenwoordig staan die ook al ergens weer op zolder. En wat wij centraal stellen is niet het product, maar de klant en het klantenbestand. En we werken, of we opereren, we vragen eigenlijk ondernemers, middelgrote ondernemers en grote ondernemers, met distributie noemen we dat, met klantenbestand, om voor hun iets te mogen doen. En sterker nog, we hebben nu al, in onze opstartfase zijn we met een pilot bezig, maar we worden nu al wekelijks benaderd door MO'ers, noemen we dat, meewerkend ondernemers van middelgrote en grote ondernemingen, om toch alsjeblieft als meewerkend ondernemer in het midden van een KIK te zitten. En daaromheen zitten dan van allerlei mensen, daar ga ik zo nog wat over vertellen. Want ze hebben een vraag, ze willen toekomstgericht ondernemen. Waarom willen ze toekomstgericht ondernemen? Er zijn van allerlei bedreigingen voor ondernemingen en voor producten. Nou, dat lezen we overal, dat zien we overal, dat horen we overal. Dus automatisering, robotisering, disruptive technology, workflow. Workflow, ik weet niet of ik het uit moet leggen, maar dat je alles meer geïntegreerd en een beter overzicht van A tot en met Z. Er is heel veel concurrentie, er is ketenintegratie. Nou, als voorbeeld, de boeken maken plaats voor een iPad. En zelfs dat is alweer passé, want er is alweer een volgende stap. Daar rechts ziet u dat er een 3D-printer is. En dat is een hele grote 3D-printer, die past hier bijna niet in deze zaal, want daar wordt beton met staal vermengd. En daar worden constructies mee geprint. Het gebeurt nu al fysiek, er worden al huizen geprint. Dus waar gaat dat naartoe? Als ik even kijk naar Airbnb, daar rechtsonder. De hotelketens schrikken zich een hoedje, want Airbnb groeit tegen de klippen op. En waarom zouden we dan nog nieuwe hotelkamers gaan bouwen of onze hotelkamers gaan vernieuwen? Want er zijn concurrenten in de markt. Dus nu moet er toekomstgericht innovatief gedacht worden en wordt er koers bepaald, moet een koers bepaald worden om echt beter te acteren, anders te acteren en te overleven om in de toekomst succesvol te kunnen ondernemen. Anders delf je het onderspit. En ja, dan denk ik alleen maar aan een Kodak die eigenlijk de digitale camera heeft uitgevonden, maar nu zelfs niet eens meer bestaat. Nou, de cd-speler die gaat ook het veld ruimen, heeft het veld al een beetje geruimd. Nou, zo kunnen we van allerlei voorbeelden verzinnen en komen ook voorbeelden tegen. Denk maar eens aan producten die ergens op zolder liggen of naar de rommelmarkt verdwijnen en die 5 jaar geleden nog interessant waren. De telefoon die u nu in de broekzak heeft, die u hopelijk op uitstaat, die waarschijnlijk over 5 jaar ook echt passé is en misschien over 2 jaar dan. Dus we kijken naar de toekomst op een andere manier.
Ja, hoe dan? Nou, dat doen we dus met een kik. En in een kik, dat kunt u lezen, hoeft niet anders voor te lezen, maar in ieder geval zetten we daar deskundigen, specialisten, ondernemers, vaak serial entrepreneurs, die durven, de doeners, niet de doemdenkers, maar de doeners, die zetten we om tafel rondom een onderneming, een meewerkend ondernemer. En samen met de universiteit, want dat is net ook al geschetst en het komt vaker naar boven, dat we technologie en onderwijs, in ieder geval kennisinstituten, veel meer moeten combineren met vakmanschap, maar ook met ondernemerschap. En als het even kan, ook inderdaad nog met overheid, want bij overheid moet je niet denken alleen maar aan regulering, maar er zitten natuurlijk heel veel deskundigen. Er zijn ook overheden die... Er is een overheid die ook aanklopt als MO'er, want die zit ook zelf met een vraag. Dat kan ook heel interessant zijn. Maar met als uitgangspunt steeds distributie. Bestaande klantenkring. Heb je 10.000 klanten of 1.000 klanten of 100.000, die hebben we ook aan de deur staan, aan de voordeur staan, die op de bel drukken. Ja, dan is het heel interessant om daar eens over na te denken. Waar ben ik mee bezig? Welk product breng ik op de markt? Hoe doe ik dat? En kan ik daar ook iets anders mee doen? Maar die combinatie, ja, die zorgt voor een bepaalde flow en een bepaalde vernieuwing. Ja, de why, how, what. Dan zijn we alweer bij what. Ik heb maar een paar minuten, dus het moet kort. De kick opeens is dan een MIP, een multi-innovatief product. En een product kan natuurlijk ook een dienst zijn of een concept. Hoeft niet meteen een gloeilamp zijn zoals daar staat. Maar even wel, daar geschetst een smart ledlamp. We gaan van de kaars naar een gewone gloeilamp, van een gloeilamp naar een ledlamp. Maar de laatste is niet alleen gewoon maar een ledlamp. Dat is ook een lamp die vaak bij winkels en bij bedrijven wordt gebruikt, waar ook een ontvanger en waar een zender in zit. En als ik daar langs die lamp loop, dan krijg ik op mijn smartphone meteen een berichtje wat het product waar ik dan voor sta, wat dat product kost, waar die gemaakt is, wat erin zit, hoeveel, noem maar op, E-nummers erin zitten enzovoort. Dus dan is het een multi-innovatief product. Hij geeft licht, maar hij geeft ook informatie door. SmartPay bijvoorbeeld is niet alleen maar verf om strepen te trekken op de weg, maar is ook is verf die licht opneemt en licht afgeeft in het donker. Er is zelfs ook al verf met sensoren erin die je op de wand kunt gebruiken, waardoor het zenden en ontvangen wordt bevorderd, zeg maar. Die versterkt signalen. Signalen van technische signalen, zeg maar, voor op je telefoon. Smart bouwen bijvoorbeeld. BIM is al een wat ouder model, maar toch ook nog steeds hip. Je kunt een tekening maken als architect en als bouwer. En dan heb je een leuke platte tekening. Dat kan ook in 3D. Maar wat dan leuk is, bij BIM kun je ook meteen kijken van, nou, hoeveel glas zit erin? En ik kan zelfs de kostprijs van het glas bewassen voor de toekomstige afnemer al berekenen. Ik kan al berekenen vooraf wat het energiemanagement is en wat mij de energie gaat kosten als huurder of als nieuwe eigenaar van het gebouw. Dat is smart. Dat is een combinatie van verschillende technologieën met verschillende ideeën en die wordt dan geformeerd door een kick. En daarom hebben we ook dat kennisinstituut als universiteitshart nodig, want die gaan op de achtergrond, gaan zij informatie verzamelen, gaan ze testen. Ze zitten aan tafel, zij doen in de back-office heel veel onderzoek. En dat maakt dat je nieuwe producten kunt formeren en genereren. En dat kunnen dit soort mooie producten zijn. Het kunnen ook kleinere producten zijn natuurlijk voor de fietsenmarkt. Net werd al de kapper genoemd. Maar het gaat om een andere manier van denken, een andere manier van ideeën genereren. En hopelijk het liefst multi-innovatief. Wat gebeurt er dan met zo'n uitgevonden MIP, noem ik maar even, krijgen we een POC, proof of concept. Wordt natuurlijk uitgetest via die bestaande distributiekanalen. We hebben nu iemand aan de voordeur staan als MO'er, die heeft meer dan 100.000 klanten. Dus die kan heel makkelijk op zijn transportband een ander product toevoegen. Want die heeft toch al klanten, die heeft toch al aandacht. En dan is de kans van de versnelling veel groter. Dus je kunt veel eerder versnellen en je kunt dus veel eerder zorgen dat je succes hebt. Nou, die moet natuurlijk gemonitord, geëvalueerd, opgemodificeerd enzovoort worden. Al met al komt het erop neer dat je veel meer grip krijgt op je onderneming voor nu en voor je toekomst. En dat de kans van slagen sneller kan verlopen, maar ook succesvoller. Heel kort even de kick. Tot zover.